wat zijn de plannen? De winter is bijna voorbij. Allee? Ja, dus... De winter is goed als voorbij. Dagen beginnen uit te lengen en worden iets aangenamer. En de MAG organiseert dit weekend een opstapcursus en daar ga ik nu naartoe. Eigenlijk zou het nu lente moeten zijn. Normaal het moment waarop heel wat motorrijders hun favoriete vervoermiddel opnieuw van stal halen. Motor even opblinken en wegwezen zou je dan denken. Maar zo doe je dat natuurlijk niet. Want na de winterstop is het echt wel nodig om te checken of je voertuig technisch nog in orde is en om je rij-, zit-, kijk- en remtechniek op te frissen. En de ideale gelegenheid hiervoor is het opstartweekend van de MAG. Ik heb 2,5, bandendruk is in orde. 1,6, dat is op het randje. Het wordt tijd eigenlijk om uw bandjes te vervangen. Uw bandenspanning vooraan was 2, ik heb die iets bijgeblazen naar 2,5. Uiteindelijk, de banden, de stenenste contact gaat met de weg, is heel belangrijk. Ja, oké, okay. Dat is goed om te weten. Dank u. De eerste oefening die we gaan doen, is gewoon kijken hoe ver je staat met uw tractiecontrole en uw kijktechniek. En naar links kijken, laat maar één kijkertje over. En dus hoe meer dat je nog voor blijft kijken, hoe meer evenwicht dat je hebt, hoe minder last dat je kan krijgen van dat gevoel van dat je motorfiets zwaar is. Ja, goed. En Eddy, wat vond je ervan en heb je iets bijgeleerd vandaag? Toch zeker wel. Het was heel leerrijk vandaag. Ik heb zelf ondervonden dat aan mijn rijtechniek en dergelijke meer nog veel moet versleuteld worden. En ook vooral de kijktechniek is heel belangrijk. Er is nog werk aan de winkel. Dit weekend krijgen motorrijders de kans om gratis hun rijvaardigheid te laten testen op 10 plaatsen in Vlaanderen. Dan komt er een tweede fase en maximaal 500 motorrijders die krijgen de kans om een screening te doen. Dat is een diepgaandere opleiding, opfrissing, waar we ook al werken aan de zwakke punten. De mensen die dat gedaan hebben, die krijgen dan nog eens de kans om ofwel een specifieke training op de baan te volgen, motorrijden dus op de openbare weg, of een screening plus te doen. En dat is echt bedoeld om de zwakke puntjes die er nog zijn, om die toch helemaal weg te werken. Het opstartweekend en de screenings van de MAG laten je toe om het nieuwe motorseizoen in alle veiligheid tegemoet te rijden. Wil je echter je rijtechniek nog verder verbeteren, dan is er de cursus Ready Dooruit van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Het belang van die cursus is dat je eigenlijk als motorrijder leert om je techniek te perfectioneren. Dat je dus wat verder gaat dan de gewone rijopleiding. En dat je leert bijvoorbeeld goed anticiperen op risicovolle situaties. Dat je leert hoe je noodstop kunt uitvoeren. En dat je leert hoe je op een goede manier een obstakel op de weg kunt ontwijken. Motorrijders die leggen maar 1% van alle kilometers van alle voertuigen af op de openbare wegen in Vlaanderen. Maar zij vertegenwoordigen wel 15% van de doden in het verkeer. En het is helemaal niet altijd de schuld van de motorrijder als hij in een ongeval terechtkomt. Maar het is wel van belang dat hij zo rijvaardig mogelijk is. Maar we moeten ook oog hebben voor de andere weggebruikers die vaak onvoldoende vertrouwd zijn met het aanwezig zijn van motorrijders in het verkeer. Voilà, en rechtdoor. Er is nog werk. Ja. Wat dat dus eigenlijk op wijst, dat wij u aanraden om een gratis screening komen te volgen. En dan gaan we een hele dag op die punten gaan oefenen. Ook al is je motorfiets volledig in orde, draag je zelf de gepaste uitrusting en ben je meester over je voertuig, toch blijf je als motorrijder erg kwetsbaar in het verkeer. Bewust en anticiperend rijden is dus de boodschap. En als dan ook nog de automobilisten rekening houden met de motards, dan kan het alleen maar veiliger worden. Met andere woorden, heb oog voor elkaar en go for zero. Volgende week in Kijk Uit. Hoe kan je door een bewuste en aangepaste rijstijl efficiënt en zelfs goedkoper rijden?